We gaan weer verder met Galaten. Galaten 4 zijn wij. Ja. En wij zijn vorige keer gebleven in vers 15 en 16. Ja, dat Paulus zegt, welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis dat gij zo het mogelijk ware uw ogen zoudt uitgegraven en mij gegeven hebben. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Daar zijn we vorige keer geëindigd. Hè? Hij zegt, ja, zo kan het lopen. Hè? Ben ik nu uw vijand? Jullie waren zo blij met mij. Ik heb jullie het evangelie verteld. Jullie zijn uit het moeras van de heidense afgoderij getrokken. Je was op weg gewoon in de afgoderij naar de dood. En door mij hebben jullie een blijdschap gekregen en het evangelie van je behoudenis gehoord. Nou, alles. En dan zie je, er komen mensen, die komen dus binnen en die brengen hun van het evangelie af. Ja, wat ik net ook zei met 2 Timotheus, dat hij zelfs op een gegeven moment in de laatste brief moet zeggen, allen die in Azië zijn, die hebben mij verlaten. Waar komt dat door? Ja, mij verlaten, hè? Dat wil niet zeggen van, ze doen helemaal niks met geloof of met de Bijbel. Nee, ze zijn van Paulus afgeweken. Dat wil zeggen, met de leer die Paulus verkondigt. Ja, dan krijg je dus een andere evangelie. En dat is bij de gelaten ook gebeurd. Een evangelie, wat wel over de Bijbel gaat, wat over de Heer Jezus gaat, maar wat niet in overeenstemming is met wat God nu spreekt in deze tijd. Dus niet alleen Paulus, maar dan ga je Petrus en de evangelie erbij halen, en dan ga je het allemaal op één hoop gooien. En als je dat doet, bij de genade, en dan kom je bij de evangelie, hè, dat is onder de wet. Dus dan krijg je werken bij je evangelie. Weggenade. Ja, dat is de realiteit. En de vijand geworden, ja, dat is natuurlijk, wij hebben een vijand, en dat zijn de overheden, de machten. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de macht en de overheden in de lucht. En Paulus zegt, doe die wapenrusting aan. Als je dat niet doet, ja, nou, dan een soldaat zonder wapens, ja, dat hoef ik je niet te vertellen wat er dan gebeurt. Dan word je platgewalst. Ja, dan word je verslagen. En wij hebben een tegenstander van formaat, zeg ik altijd. En dat hebben we zeer zeker. Maar als wij het zwaard van de geest hebben, ja, en het schild is geloos, dan is hij nergens. Zo nergens. En we weten, we zijn verzegeld, hè, tot de dag der verlossing. Dus wat dat betreft, dat kan hij ons natuurlijk nooit afnemen. Maar hij kan wel ons in praktische zin, kan hij nog steeds ons in zijn strik krijgen. De strik van de duivel. En wegzekerheid. Ja? Wegblijdschap. Wegoverwinningsleven. Want als je onder de wet gaat, dan ga je een leven leiden wat jou nederlaag geeft in plaats van overwinning over de zonde. Want wat doet de zonde? Wat doet de wet? De wet doet zonde kennen. En ook al ben je gered, die zondige natuur heb je nog steeds. En die wet gaat elke keer aantonen dat jij die zondaar bent in plaats van, hé, ik ben een nieuw schepsel. Dus in welke spiegel kijk ik? Kijk ik in de spiegel van de brief van Paulus? Of kijk ik in de spiegel van bijvoorbeeld de evangelie en de wet? Nou, dan weet je, als je naar de wet kijkt, dan weet je, hoe denkt de wet over mij? Nou, en daar wil Paulus hun van het spoor af hebben. Want hij heeft hun niets anders verteld. Maar dan ziet hij ziet daar niks meer van terug. Want ze zijn naar een andere evangelie overgegaan. Hij zegt, hé, hoe kan dat nou? En ben ik dan je vijand geworden? Dus hun houding naar Paulus is dus veranderd. Het is de boodschap, maar hij is de verkondiger van die boodschap. Nou, dat ken je zelf ook. Ik bedoel, het is uiteindelijk, daarom weten we ook, het is vanwege de boodschap. Niet vanwege jou. Dus we hebben ook de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de macht en de overheden. En die zijn tegen. Dus ja, dan kan iemand zich dus, wat eerst je grootste geliefde broeder was, en de grote vriend, met dit evangelie kan je die vriend kwijtraken. En dan kan hij een houding hebben, als van, dat jij een vijand van hem bent. En ik zei het vorige keer ook al, ik houd hem niet als een vijand, want Paulus zegt, vermaand hem als een broeder. Ik weet ook, het zijn de macht en de overheden. De vraag is of die andere persoon mij ook zo ziet. En dan is het waarschijnlijk niet zo. Dan ben je opeens een vijand en dan is opeens samen optrekken
Dat wordt dan, op een gegeven moment kan dat gewoon beëindigd worden. Raak je die vriendschap kwijt of je broeder, die spreek je niet meer. Omdat je niet meer de eenheid van de geest. Die is weg. En Paulus wil dat niet. En als je naar die Galaten kijkt, ze hebben natuurlijk wel voor hem geijverd. Hè? Zeer zeker, dat zie je in vers 13 tot en met 15. Hè? Ze hebben hem als een engel gods, als Christus Jezus aangenomen. Hij was hun gelukachting. Dat was hun houding. Dus ze hebben eerst wel voor hem geijverd en dat is een goed ding. Ja? Maar Paulus zegt ook, de ouderlingen die wel regeerden, moet je dubbel eerwaardig achten. Dat hebben ze hebben hem echt als een engel gods of als Christus Jezus, als ze zo hebben ontvangen. Nou, dat is heel, heel erg positief. Zo hoort het, zou ik zo willen zeggen. Maar wat zegt hij in vers 17? Die tegenstanders, zij ijveren niet recht over u. Kijk, ijveren is op zich goed. Ja, tenminste, maar het is hoe je het bekijkt. Zij ijveren niet recht over u, maar ze willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoudt ijveren. Dat is een verkeerde ijver. Daar noemt het ook niet recht. Want in vers 18 zie je, doch in het goede alle tijd te ijveren is goed. Dus je kan ijver hebben voor iets wat goed is, maar je kan ook ijver hebben voor wat verkeerd is. Dus ijver is niet altijd goed. Kijk, ijverig zijn in je werk, ijver voor de Heer, dat is allemaal goed. En er zijn mensen die zijn ijverig voor de Heer, maar toch is het een verkeerde ijver. Je kan zeggen, nou ja, de boodschap van genade, nee, ik doe daar, want dan gaan we veel dit doen, dan gaan we veel dat doen. En nou ja, die doop, daar doen we niet zo moeilijk over, want kijk eens hoeveel mensen we toch binnenhalen, hoeveel mensen we gedoopt hebben, hoeveel mensen tot geloof zijn gekomen door... Maar de vraag is, dat is wat jij, dan kijk je naar het werk jouw handen, naar het werk jouw handen, van jouw handen. Hè? Maar de vraag is het ook de wil van God? En dan zeg je, het antwoord is nee. De wil van God is, dan moeten we het doen zoals, dan moeten we naar ons voorbeeld kijken, toch? Dus in alles wat we doen, kijken we gewoon, ook met de gemeente, wat gaan we doen? Nou, dan zeg je van, nou, even kijken wat Paulus, hoe die dat gedaan heeft. Want ik kijk dan toch naar mijn voorbeeld, of niet? En hij zegt, ik ben je voorbeeld, dat hebben we net nog gelezen. Dus ja, zij ijveren dus niet recht over u. Nou, dat klopt wel, want zij hebben hun naar een ander evangelie overgebracht. Ijver voor de wet, zeker. Nou, laten we gelijk maar even kijken naar Matteüs 23. Dan zien we die ijver. En mensen kunnen heel erg ijverig zijn. Kijk eens naar de moslims, zijn die niet ijverig? Ja, of boeddhisten? Die schijnen allemaal heel erg liefdevol te zijn. Ja, nou, we hebben het, als je het nieuws volgt, dan weet je, de zonde is in elk mens. Ja, en dat maakt allemaal geen bal uit. Het is de leer die ze gek maakt. Ja? Maar Matteüs 23, vers 14, vers 4 eerst. We kennen dit, hè, over de farizeeën. En dan spreekt hij over hun, want zij binden lasten die zwaar zijn en kwalijk om te dragen. En leggen ze op de schouders der mensen. Maar ze willen die met hun vinger niet verroeren. Zie je het? Zij willen dat hun opleggen. Maar zelf. En al hun werken doen zij om van de mensen gezien te worden, want zij maken hun gedenkzedels breed en maken de zomen van hun klederen groot. En zij beminnen de vooraanzitting in de maaltijden en de voorgestoelten in de synagogen. Ook de begroeting op de markten en van de mensen genaamd worden rabbi, rabbi. Je ziet hier heel duidelijk, ja, waarom ze dat soort dingen doen, om van de mensen gezien te worden. Religie, het gaat om eer en macht en geld en ze doen veel hoor. Het is een hoop ijver, want als je kijkt naar vers 14. Wee u gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij eet de huizen der weduwe op. En dat onder de schijn van lang te bidden, daarom zult gij het zware oordeel ontvangen. Eer, macht, geld. Ja? En macht ook, hè, dat je krijgt macht over de mensen. En vers 15, kijk eens wat een ijver. Wee u gij schriftgeleerden en fariseeën. Gij geveinsden, want gij omreist zee en land. Wij zeggen stad en land, ja. Die staat zee en land. Om één jodengenoot te maken. Dus hebben ze een bekeerling gemaakt. En dan, als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kinderhel tweemaal meer dan gij zijt. Ja. En dat is wat zij met hun
met zijn ijver doen. En als je kijkt in vers 25. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij reinigt het buitenste der drinkbekers en de schotels, maar van binnen zijn zij vol van roof en onmatigheid. Gij blinde fariseeën, reinig eerst wat binnen in de drinkbeker en de schotel is, opdat ook het buitenste dezelfde rein worden. In vers 28, nou ik lees vers 27 ook, wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, weer, hij zegt constant geveinsden, zie je dat? Schijnheiligen. En zo worden christenen ook vaak gezien. Waarom? Omdat ze gedrag vertonen dat men weet. Nou, men heeft genoeg dingen gezien en gehoord soms van christenen. Hè? Waarvan je zegt, hé, ze zeggen, ja, het is allemaal hoe het moet, maar ze doen het alleen niet. Gij zijt de witgepleisterde graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en van alle onreinheid. Alzo ook schijnt gij wel de mensen, kijk, van buiten rechtvaardig, zie je, het is uiterlijk vertoon, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid. Ja, dat is de motivatie in religie. Eer, macht en geld. En voor eer kunnen mensen hoop ijveren, voor macht ook. En wat dacht je, geldzucht is een wortel van alle kwaad. Wat is dat niet een enorme motivatie? He, of dacht je van carrière te maken bijvoorbeeld in een religieuze instelling? Ja, dat gebeurt. Dus ze hebben een ijver, gaan we mee naar Romeinen 10 vers 2. En Paulus had bij de Galaten natuurlijk last van de mensen die daar kwamen om de wet binnen te brengen, want ze wilden naar de wet. En dan zie je in hoofdstuk Romeinen 10 vers 2 over die Joden. Ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Kijk, en daar gaat het om. Heb je een ijver die met verstand is? Dat is het dan. En wij hebben ook een verstand. Ieder mens heeft een verstand. En de een heeft weinig in het verstand. De een heeft veel wijsheid in het verstand. Maar het gaat erom, wij hebben het verstand. Je hebt het verstand des vleeses en je hebt het verstand van de geest. Gods geest getuigt daarin. En dat is opgebouwde kennis. Waar heb jij je verstand? Wat is jouw opslagplaats van kennis? Wat voor kennis heb jij opgeslagen in je verstand? Nou, als jij ziet hier in vers 3, want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken om te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. En dat is in feite religie ten voeten uit, godsdienst. Wij hebben de dienst van God, maar in de geest, ja, door de brief van Paulus. Maar hier zie je wat de mensen, en ook de gelaten, men wil hun eigen gerechtigheid oprichten. En dan zoek je het dus niet uit geloof meer. He, want als je kijkt in 9 vers 32. In 31 zegt hij over Israël dat de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. En dat is wat ze natuurlijk, zoals ze hebben gezicht gestoten aan de stenen aanstoot. Ja. En dat is natuurlijk het punt. Hè? Waarom wil je dat? Ja. Ten diepste zit dat in onze natuur natuurlijk. Denk aan Adam. Wat deed Adam? Hij had gezondigd, God kwam, wat deden ze? Ja, bedekken, maar eerst verstoppen. Weg voor God, men is bang voor God. En men probeert dat goed te maken door werken te doen, wat jij zegt, bedekken. De Bijbel spreekt over, het was het ook in Jesaja, de klederen, onze klederen van rechtvaardigheid. Dat bekleden, je bekleed je net zoals Adam dat deed, bekleed je zich, bij ons is dat symbolisch van de werken, daar probeer jij je mee te bekleden. Zodat je rechtvaardig bent in Gods ogen. Dus ik ga mijn eigen gerechtigheid oprichten. En zodoende. Dus met wat zeg ik eigenlijk? God, ik kan het zelf. En de Bijbel laat zien, nee, ik moet het in jou doen. Anders is het voor mij niks waard. Dat zag je ook met Adam. Wat deed God? Onmiddellijk, hij slachtte een dier. En er was bloed gevloeid. En gelijk werd daar het plaatsvervangend offer, werd gelijk al door God in de Bijbel geleerd. Dat een ander moet sterven, want jij bent een zondaar en jij kan het niet. Alleen het bloed. Nou,
Dus als je ziet, gaan we terug naar Galaten. En als we dan gelijk doorgaan naar Galaten 6, over die mensen dus die niet recht over hun uitijveren. Want Paulus zegt in Galaten 4 vers 17, zij willen ons uitsluiten. Wat doet hij daarmee? Ze willen ons uitsluiten. Dat is Paulus. En degene die dat verkondigen. En dat was met Paulus al zo. Maar als jij nu naar een gemeente gaat. Ik noem maar in dit geval een reformatorische gemeente. Want deze brief is natuurlijk vooral mensen die onder de wet willen zijn. Nou, de reformatorische leer kennen wij. Maar dan zie je ook, als je daar het evangelie van genade gaat verkondigen. Ja, dan zou je ook uitgesloten worden. Ja, dat kan niet anders. Dat kan gewoon niet anders. Dat gaat niet samen. En dat is wat zij willen. Ze willen Paulus niet. Want Paulus verkondigt namelijk niet van wij kunnen het doen. Wij kunnen namelijk, zoals de gelaten ook, door de wet onze gerechtigheid verdienen. Kijk, de gelaten waren gered. Dus dan gaat het over de praktische rechtvaardigheid in je dagelijks leven. Maar weet je hoe dat gaat? Als jij eenmaal jaar in jaar uit onder de wet zit, dan verlies je dat ook hoor. Dan ga je ook denken van op een gegeven moment, nou ik moet wel mijn werken blijven doen. Want als je wettisch gaat denken, dan kom je toch altijd in het als-dan denken. Dus ja, als ik het niet doe, op een gegeven moment kan ik mijn behoudens misschien wel verliezen. Wegtekst die jij net gelezen hebt. Ja? Van, hé, ik ben verzegeld tot de dag der verlossing. Nee, dus ze willen hun uitsluiten. Waarom? Opdat dat de gelaten over hen zouden gaan ijveren. Dus en dan kijk in gelaten 6 vers 12. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees. Dus een... Nou, wat is een schoon gelaat? Ja, niet alleen gewassen. Wat hebben we met de farizeeën net gelezen? Van buiten een goede indruk willen tonen, toch? Dat is wat ze willen. Van buiten rechtvaardig indruk. Nou, dat zien wij toch ook in de wereld, de religie. Dan zie je die mensen natuurlijk ook allemaal heilig lopen. En als iemand moet gaan staan voor een gemeente en hij bekleedt aan, dan gaat het gezicht ook in een andere stand. Ja? In de heilige stand. Ja? Ik wil niet bespotten, de mensen. Maar dat is wat religie in de mens doet. Ik merk het zelf ook wel eens. Als iemand al met zo'n... Stel je voor, je zou een bisschop opeens voor je neus staan met zo'n gewaad. En dan heb je toch even van natuur van... Gelijk een beetje... Ja, ik wel tenminste. Toch een beetje van nature. Oh, daar staat iemand. Nou, dat is wat anders dat je zegt, hey, ik heb daar iemand, ik heb die man lief vanwege het evangelie. En hij is net zo'n mens als ik, dat is hij ook wel. Maar je ziet wat zoiets doet bij een mens gelijk. Religie boezemt vrees en angst bij mensen in. Mensen die hoge positie daarin bekleden. Dus dat zie je ook vaak, mensen zien ook, praten met veel ontzag over zo iemand. Ja? Ja, dan kan je heel nederig zeggen, nou, ik ben de paus is de eerste onder zijn gelijken. Ja? Ja, dat soort dingen. Maar oké. Maar wat zien we hier staan? Een schoon gelaat. Dus een goede indruk willen maken. Naar het vlees. Zie je het? Naar het vlees. Die noodzaken. Kijk. Noodzaken u besneden te worden. Dat is bij de gelaten hand. En waarom? Omdat ze zo graag willen dat de gelaten blije gelovigen worden. En dat ze een rechtvaardige wandel zullen krijgen. Nee, dat staat er niet. Kijk. Alleen opdat zij vanwege, dat is de bedoeling, het kruis van Christus niet vervolgd zouden worden. Want waarom is dat, dat je vervolging hebt vanwege het kruis? Dat is de ergernis van het kruis. Want wat is de ergernis van het kruis? Dat jij niks kon doen? Dat Christus alles gedaan heeft. En als jij besneden moet worden, en laten we het nou zo plaatsen dan in het christendom, gedoopt moet worden, dan is ook de ergernis van het kruis weg. Dan is ook de vervolging weg, in die zin. Want laten we eerlijk zijn, als je ze bekijkt, in de ene zijn ze het allemaal eens met elkaar, over het algemeen. Dat is wel over de doop. Het is nu zelfs al zo, dat sommige kerken ook zeggen, of gemeenten zeggen, nou ja, oké, kinderdoop of volwassen doop, nou ja, dat mag je zelf weten. Maar als je maar gedoopt bent. Ja, als je maar gedoopt, daar is de eenheid over. Maar wij zeggen, nee, Paulus zegt, nee, niks doop, gedoopt door de Heilige Geest. Geloof alleen. Kijk, en dan komt de vervolging, hè? Want waarom? Omdat, ja, doop is een werk. En het kruis zegt, Paulus zegt, nee, niks daarvan. Want ook zij zelf, en dan komt het.
Die dus hun leren, ja, besneden te worden, ja, en zij die zelf besneden worden, houden de wet niet. Ze houden hem zelf ook niet. Nou, we zeggen, nou, en dat weten we ook, want de wet doet zonde kennen. En wat zei de Heer Jezus over die Farizeeën? Van binnen zijn ze vol roof en ongerechtigheid. Maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Hoe kan je nou roemen? Nou, bijvoorbeeld een geweldige grote organisatie, veel bekeerlingen, ja, een grote gemeente, veel mensen. Nou ja, benoem het maar allemaal. Kijk maar in de wereld om je heen. Waar de mensen in roemen, ja? Goede dominee, een goede voorganger, een geweldige preek, volle bak. En bij de ene is die dan vol en bij de ander zit hij weer half vol. Maar gaat roemen in alles behalve dan wat Christus gedaan heeft, in het kruis alleen. En dat is wat er gebeurt, ja. Dus ja, wat ik ook zeg, zij willen in hun vlees roemen. Nou, als ik nou bijvoorbeeld niet alleen de katholieke kerk en elke religie, kijk maar om je heen, kan je carrière maken. Ik geloof dat het vorige week was, dat las ik in de krant, was een soort Gamaliel in Israël was overleden. Van de orthodoxe joden met die pijpenkrullen en die hoeden allemaal op. Wereldberoemd in het orthodoxe jodendom. Hij was geloof ik in de 90. De man van grootste wijsheid. Ik moest echt denken aan, zeg maar, Gamaliel in de tijd van Paulus. Ze hebben nog nooit zo'n grote begrafenis meegemaakt daar in Israël. De wegen zaten verstopt. En dat was hun held. En Paulus zegt, natuurlijk, je moet erkennen degene die uw voorstanders zijn in de Heer. Natuurlijk. Maar het is in uw vlees roemen zouden, zie je dat het wat een gigantisch iets dat is, ja? Kan dat zijn? En dan zien we het in elke religie kan je carrière maken. He, je kan een pastoor zijn, je kan een bisschop worden, of je kan in de kerk zelf. Eer, kijk, eer, dat zit gewoon, je kan ook in heel klein, wij kunnen een heel klein groepje, ik wil het ook even, echt niet in groot hoor. Ik wil naar voren, ik wil dit, ik wil dat. Het is allemaal, dat is de zonde in ons. Dat zij in jullie vlees roemen zouden, ja. Het is ten koste van jou. Jij bent eigenlijk een bruikbaar iets, omdat dat zij in jou kunnen roemen. Nou, en dat is wat Paulus zegt tegen de gelaten. Ze ijveren dus niet recht met de verkeerde motieven. Nou, we hebben een aantal dingen gezien. En als Paulus roemt, hè. En dan spreek je over die gelaten, ja. Daar hebben we het nu over. Als we even naar 2 Thessalonicenzen gaan. Die tekst hebben wij pas gelezen. 2 Thessalonicenzen 1, vers 4. Dan zien we, als het om mensen gaat, dan zien we hoe Paulus dan roemt. Niet over, oh, ik heb ze gedoopt. Of wat hebben jullie een grote kerk. Of wat hebben jullie een groot gebouw. Wat hebben jullie een groot... Noem het allemaal op. Wat doen jullie, wat een geweldige organisatie hebben jullie. Nee, dan zegt hij, kijk, dan ziet hij, dan zie je dingen waar helemaal geen glans is. Helemaal geen mooie uiterlijk vertoon. Want in 2 Thessalonicenzen 1 vers 4 zie je, alzo dat wij van u zelf van u roemen in de gemeente Gods. Dus hij roemt over hun in de gemeente waar Paulus komt, over de Thessalonicenzen. En wat zegt hij dan? Over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt. Dat is niet roemen in hun vlees, wat we net lazen. Maar in de Thessalonicenzen, zoals een voorbeeldgemeente, die bleven staan voor deze waarheid van de gekruisigde Christus alleen. Daar, dat roemt hij. En dan roemt hij dat ze verdragen in al die verdrukkingen en vervolgingen. Nou, dat is een heel ander roem als dat ik bijvoorbeeld kijk naar het Sint-Pietersplein, noem maar wat. Ja, dan zie je heel ander roemen. Dan zie je allemaal, nou ja, veel meer in. Dus ja, en Paulus zegt ook, wat wil Paulus in feite zijn? Hij zegt, ik wil geen heerschappij over jullie geloof, want daar gaat het om, hè? Heerschappij, wat zegt hij in 2 Korinthe 1 vers 24? Wat wil hij zijn? Niet dat hij heerschappij over hun geloof heeft, maar een medewerker van hun blijdschap. En welke blijdschap is dat dan? Niet een blijdschap, ja, kijk, je kan samenhorigheidsgevoel hebben. Kun je ook blij maken. Ik weet al wel dat ik gelovig was geworden. Dan was ik heel blij. Maar ik miste wel mijn broeders en zusters. Die ik moest gaan leren kennen. Ik wilde een gemeenschap hebben. En Paulus was nog niet gered.
Toen was Paulus gered. Toen gingen wij naar de EO-familiedag. Die had je. Ik weet niet of dat nog zo is, hoor. Maar. Hè, weet je, daar gingen we heen. En dan zag ik die duizenden mensen. En ik zie hem nog zingen. Ja, ik geloof. En met elkaar. Ik kreeg gewoon tranen in mijn ogen. Ik was gewoon ontroerd. Sta ik hier met mijn vrouw. Samen in de Heer. En dan met al die mensen. En dat vind ik nog fantastisch natuurlijk. Dus dan kan je een heel blij gevoel hebben. Saamhorigheidsgevoel. Maar ja, als ik daar natuurlijk had heel hard gezegd van, nou ja, ik ga vertellen over de één doop, 1 Korinthe 12 vers 13, dan is het in één klap weg. Ja? Dus dat is gebaseerd op emotie. En dat is ook fijn. Ja? Maar de blijdschap, waar ik nu over spreek, ja, dat hij wil een medewerker van hun blijdschap zijn, dat is een blijdschap door de gezonde leer. En blijdschap is een vrucht van de Heilige Geest. En de Heilige Geest werkt onder de boodschap van genade. Dus als jij je niet kan verblijden met de apostel Paulus en apostel Paulus, als je daar niet in kan verblijden, dan ben je net als de gelaten. Want hij zegt, ik was toch jullie gelukachting, wat heb ik jullie verteld? En dat zijn ze kwijt. En hoe komt dat? Omdat ze Paulus niet meer exclusief als hun apostel beschouwen, maar zijn gegaan naar de prediking. Naar een ander evangelie. Met de evangelie erbij. En misschien niet alleen de evangelie. Hè? Samen met Paulus bijvoorbeeld. Maar wel op één hoop gooien. Waardoor de genade vernietigd wordt in feite. En dat is de gelukachting. Ja? Die hadden zij en is verdwenen. Dus iedereen die weerstand heeft tegen de apostel Paulus en wat hij verkondigt. Ja, die moet dus heel goed nadenken hoe dat komt. Want dat klopt niet. Want je hoort namelijk blij te zijn met het evangelie van Gods genade, wat exclusief van Paulus verkondigd is. En anders, ja dan zou je wel eens een vijand van deze boodschap kunnen zijn. Nou, en Paulus, hij zegt, ze willen ons uitsluiten, ja? Nou, dat wil zeggen, dus wat we in Galaten 1 ook zien staan, hè, ik zei het net al, haalde het net al aan, dat hij zich verbaast dat ze naar een ander evangelie worden gebracht in vers 6. In vers 7, er is geen andere evangelie, zie je het. Maar ze willen het evangelie van Christus verkeren. Verkeren, het woordje verkeren. Ja, daar zit het woordje verkeerd in. Dat is een verkeerd evangelie. Ja, het is een verkeerd evangelie voor ons in de bedenkende genade. Ten tijde van de Heer Jezus was het natuurlijk geen verkeerd evangelie. Absoluut niet. Dat was het evangelie van het Koninkrijk. En maar dat is het nu niet voor ons. Het is een ander evangelie. En gelukachting is weg. Ze willen Paulus niet meer. Dus willen hem uitsluiten, zodat zij over hun gaan ijveren. Nou, en wie zijn het dan zij, hè? Zij ijveren niet recht over u. Nou, als je kijkt in hoofdstuk 5, dan zie je in vers 10, ik heb het al eerder gezegd, dan zie je enkelvoud die u ontroert, zie je het? Er is iemand die hun ontroert. Maar die heeft ook volgelingen, want als je kijkt in vers 12 zie je of zij ook afgesneden worden. Zie je, er is één persoon en er zijn er meerdere. Ja, die hun lastig vallen en van het evangelie willen afbrengen. Weg met die Paulus. Weg ermee. Niet naar luisteren. Nou, vers 18 zegt hij, doch in het goede, hoofdstuk 4 vers 18, doch in het goede, alle tijd, kijk, te ijveren is goed en niet alleenlijk als ik bij u tegenwoordig ben. Ja, in het goede ijveren is natuurlijk altijd goed. En wat is nou het goede? In het goede ijveren. Dat hoort de motivatie te zijn van ons. En wat is dat goede ijveren? Nou, ik zou zeggen, is het goed als je wat hebt om naar de dokter te gaan? Toch? Ja, als je iets voelt en je rent gelijk naar de dokter. Nee, maar gewoon normaal gesproken. Hè? Nou, als jij met je voet nog ziekte gisteren, nou, als dat nog niet nog heel veel last zou hebben, dan zou er zo'n scheurtje kunnen zijn. Wat ga je dan doen? Nou, niet naar een kwakzalver. Kan. Ja, een gebedsgenezen misschien, maar nee, je gaat naar de dokter, ja? Is dat goed of niet? Precies. En dat bij hun ook zo. In het goede altijd te ijveren, dat is de gezonde leer. Die is goed voor ons. De gezonde leer is ons medicijn. Want wij zijn natuurlijk wel in positie, hebben we alles. Maar in onze praktijk leven wij, hebben wij nog de zondige natuur. Ja, en dan weten we allemaal, nou, er is van alles mogelijk. Die zondige natuur, die wil niet wat God wil. Die wil niet wat hier in de Bijbel staat. Die wil het slechte. Het goede voor ons is nu,
Want hij zegt hier het goede, het is niet alleen maar gewoon goede werken. Let op, lees het in de context met vers 17. En daarvoor, vers 16, vers 15, vers 14. Ja? Hoofdstuk 1 en 2. Apostelschap van apostel Paulus. Dus in het goede al een tijd te ijveren is goed. Dat heeft te maken met alles wat ik doe, dat dat wel gestoeld is op de gezonde leer. En die is goed. Dat zijn dingen die zijn goed voor ons. En daarvoor te ijveren is natuurlijk goed. En dat is zowel voor ons goed nu, en ook voor straks in de toekomst als we bij de Heere zijn. Wat jij nu doet, dan leg jij de basis voor in de toekomst. Als je bij de Heere bent. Kijk, je kan nu ook bijvoorbeeld, in verband met pensioen, je kan natuurlijk geld opzij leggen en dan hopelijk voor in de toekomst. Nou, op zich denk ik, nou ja, je weet niet. Een beetje geld opzij leggen en dat ik in de toekomst daar misschien van. Maar je weet alleen niet of je er gebruik van kan maken. Ik bedoel, mijn vader was 64 en toen ging hij dood. Dus je weet het niet. Maar met het evangelie, dan weet je één ding zeker. Wat ik nu investeer, 1000%, dat ik daar zo meteen ook uitbetaald krijg door de Heere. Dat is gewoon een garantie. Als ik maar dood ga. Ja? Of als ik maar naar de Heere ga. Nou, dan ga ik. Hij komt me ophalen. Of ik ga dood. Ik ga naar de Heere. Dus ik heb gewoon die garantie. Ik heb het onderpand. Huh? Door de Heilige Geest die in mij woont. Dus ja. Kijk bijvoorbeeld 1 Korinthe 15 vers 58 over onze ijver. 1 Korinthe 15 vers 58. Ik weet een beetje hoe dat gaat. Hè? Ik heb soms ook al hoor dat je denkt. Kan je wel eens. Dan kan je toch wel eens een beetje ontmoedigd raken, toch? Of een beetje neerslachtig. En dan moet je mee uitkijken. Want dat is precies wat Paulus wil. Hij wil de boodschap tegengaan. Satan, sorry. Ja, ja. Gelukkig zijn jullie wakker. Hè? Ik ben blij dat jullie dat zeggen. Het zal maar zo gezegd worden. Hè? Ja, voor sommige mensen is Paulus ontmoediging, hoor. Die willen ze niet. Nee, maar Satan, ja, die willen de boodschap tegenhouden. En als dat niet lukt, de boodschapper. En dan is één heel groot machtig werk. Een heel machtig iets is natuurlijk de ontmoediging. Want als jij ontmoedigd raakt. En dan zeg je op een gegeven moment, nou kap ermee. Ik heb er geen zin meer in, zoek het allemaal maar uit. En die zijn er. Zeer zeker. En waarom ben je dan ontmoedigd? Wat ga je dan doen? Ontmoedigd. Waar kijk je dan naar? Kijk je dan naar de Heren? Hè? Dus je kijkt naar jezelf. Ik ben zielig. Wat ben ik toch? Wat is toch erg, hè, dat het allemaal zo gaat. En ik dit en ik zo. Ja, dat kan, ja. Maar dat is een heel verkeerde manier van denken. Want je moet natuurlijk kijken naar, niet naar wat je, wat jij ook zei net, niet naar wat je niet hebt. Je moet kijken naar wat je wel hebt. En wat zegt Paulus? Niet voor niks. Dank de Heere in alles, in alle omstandigheden. Dat haalt hij eruit, hoor. Zorgen maken en naar jezelf kijken, zelf medelijden, dat brengt je alleen maar in de put. En er is maar één ding, we hebben het een keer met Job ook gelezen, en dan zie je, nou die dag dat ik geboren werd, oh was die maar nooit gekomen, was ik maar nooit geboren. En dan zie je helemaal dat hij depressief raakt. Ik vind het zo fantastisch als je dat leest, want daarna zie je, op een gegeven moment komt hij eruit, gaat hij de Heere prijzen, dan is hij er helemaal uit. En zo moeten wij er ook in staan. Dus je kan ontmoedigd raken, natuurlijk. Maar alles wat je doet, misschien zie jij niet altijd het resultaat. Maar bijvoorbeeld alleen het feit al dat de aanwezigheid van het lichaam van Christus heeft een invloed op deze wereld. Ook al schrijft iemand woorden waar het recht. Maar het lichaam van Christus is wel sowieso de tegenhouder van de antichrist. Ja? Daar zijn wij deel van. En ook zeven als het lichaam van Christus er niet was. Ja? Hoewel het slinkt hoor, dan zie je ook wel de resultaten. Maar als het lichaam van Christus niet was, dan was het vele malen erger. In deze wereld. Vergis dat niet, hè? Dus ja, kijk 1 Korinthe 15, vers 58. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloediglijk zijnde in het werk des Heeren. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heeren. Denk erom dat je goede ijver hebt, hè? Dat de ijver die je doet, dat die wel in de Heer is. En dan zie je, dat is niet ijdel. Het is arbeid, hè? Arbeid is wat jij doet, maar dan in de Heere. Je hebt het werk des geloofs, het is het geloof, het werk des geloofs samen het woord, dat werkt in jou, dat geeft de kracht. En jij neemt de keus en dan ga je voor de Heere arbeiden. Nou, dat is nooit ijdel, want is het misschien nu dat je het niet ziet? Ja, je weet maar nooit
Ik weet nog, voordat ik tot geloof kwam, heb ik mensen gesproken, die weet ik nu nog in mijn hoofd. Ik weet nog goed in de winkel toen ik nog een voorraad zat, die mevrouw. En dat was echt een gelovige. En dat ze ook heel blij tegen mij over de Heere sprak. Toen was ik nog niet gered. En ik weet nog steeds dat ze tegen me zei. Nog steeds. En haar man. En zo voort enzovoort. En uiteindelijk ben ik toch, heb ik de Heere leren kennen. En ik heb haar nooit meer gesproken daarna. Je weet nooit aan wie jij het vertelt. Je weet nooit hoe dat loopt. Dus denk eraan. Het is niet ijdel in de Heer. De Heere ziet het. Daar gaat het om. En kijk ook bijvoorbeeld over die ijver. 1 Timotheus 4 vers 8. 1 Timotheus 4 vers 8. Kijk, want de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Ja, je kan vasten. Je kan alleen geen varkensvlees eten, bijvoorbeeld. En een dag absoluut helemaal niks doen. Vanwege dat jij denkt dat dat moet. Maar er staat hier de lichamelijke oefening, ja. Of zelfkastijding, weet je wel. De ascese, wat je ook ziet. Weet je, met Elia. Dat ze, maar dat zie je ook in de christelijke religie. Hè? Dat men, Luther heeft ook geprobeerd. Hè? Op zijn knieën naar. En dan zag je eens een keer, er was de paus ergens. En dan zag je mensen. En de paus kwam bijvoorbeeld daar in een stad. En dan geloof ik 20 kilometer, misschien wel 50 of 100 kilometer verder. Dat iemand op zijn knieën dat naar die plaats ging. Allemaal boete doen. Allemaal denken dat God dat te gaan belonen. Dat soort dingen. Nee, is tot weinig nut. Maar de godzaligheid is tot alle dingen nut. Kijk. En de godzaligheid vinden wij nu voor ons in de brief van Paulus. En dan zegt hij, hebben de belofte des tegenwoordigen en des toekomende levens. En zo moet je denken. Sommigen die in het geloof zijn, ja, dan denk ik bij mezelf, ja, wat verwachten die nou? Hoe zien die dat nou, ja? Maar wij hebben met deze boodschap, hebben wij de belofte in dit leven, het is sowieso goed voor mij. Ik ben blij dat de zonde niet in mij heerst. Ik zeg niet dat ik nooit zondig. Maar ik ben zo blij als ik eraan denk wat ik nu allemaal niet meer doe. Wat een, ja, een slechterik staat hier. Hè? Maar wat ik niet meer doe, wat ik toen niet kon laten. En ik zou eerlijk zeggen, ik voel me er een stuk beter bij. Ik denk wel eens bij mezelf, had ik toch maar veel eerder de Heer in mijn leven aangenomen. Dan had ik heel veel ellende was me ook bespaard geweest. Zie je, dat is in dit huidige leven. Dus dit geloof. En dan zie je mensen onder de wet. Het gelaat ook. Ik heb het al eerder gezegd. Ja, je begint zo, maar het blijft zo. Je hebt geen overwinningsleven. Met dit is het, als het goed is, moet het zo gaan in jou. De kennis groeit. De blijdschap groeit. De kennis in de Heer groeit. De gemeenschap met hem groeit. De blijdschap, de verwondering groeit. De kracht. En dan zie je ook het toekomende leven. En het geeft een kracht. Kijk, wij zijn niet bij elkaar, maar helaas niet iedereen die kan komen. Zuster Paula, die is bijvoorbeeld, die kijkt nou, die is alleen thuis. Ja? En natuurlijk, je mist de gemeenschap met je broers en zusters. Maar ben je nou niet volmaakt, niet compleet in hem? Dat weet je, dat ben ik. Ook als je niet getrouwd bent bijvoorbeeld, ben ik nou niet. Ja. Ja, ik had het misschien anders gewild. Wat is de troost voor iemand in het huidige leven? Dat hij weet, ik ben volmaakt in hem. In Christus. Dus je kan dingen misschien hebben waar je zegt, oh, dat had ik misschien wel anders willen zien. Ik ook. Er zijn ook dingen die ik anders had willen zien. En daar moet mijn troost ook hierin vinden. Dus ik heb de belofte met deze boodschap voor dit huidige leven. En dan denk ik, ben ik zo blij dat ik de apostel Paulus ken. Want waar zou ik dat anders uit moeten halen? Die versterking in de inwendige gemeenschap. Waar haal ik dat vandaan? Ik vind het niet anders dan in de brief van Paulus. En dan zie je ook de toekomende levens. Ik heb ook een toekomend leven dus. Ja, inderdaad. Dat is hierna. Ik heb sowieso de kennis van Efeze. Waar mijn plek is. Dat ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen. En noem al die dingen maar op. Maar ik weet ook de arbeid. Omdat wij blijven staan voor deze waarheid. Ja? En dat we geen volle zalen trekken. En dat er misschien tegenstand en strijd is. Weet één ding zeker. Dat het is niet te vergeten in de Heer. De Heer ziet het en weet het. En je hebt de belofte van het toekomende leven. Dat wat het nu aan pijn kost misschien. Dat straks wordt het ruim vergolden in de eeuwigheid. Want de Heer is een beloner van die hem zoeken.
Hij vergeldt kwaad met kwaad. Dat wordt bij ons niet meer gedaan. Maar hij vergeldt wel de gehoorzaamheid des geloofs aan deze boodschap. En dat is de belofte van het toekomende leven. Ik zie dat ik nog even heb. Titus 2, vers 14. Dan verwachten we de hoop. En dan zie je in vers 14 over Christus die zichzelf voor ons gegeven heeft. Opdat hij ons zou verlossen zou van alle ongerechtigheid. Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dat is wat God wil. Hij heeft ons verlost van al onze zonden. Ja? Maar hij spreekt niet zoals ik het zie. Want vers 12, dat spreekt over dat genade ons onderwijst. Ja? En dat die genade ons krachtig maakt. En hij heeft zich ook daarom voor ons gegeven. Niet alleen om gered te worden, maar dat wij van alle ongerechtigheid verlost zouden worden. Ja? Ben ik verlost van alle ongerechtigheid? Ja, toch? Maar ik moet nog dagelijks daarvan verlost worden, omdat ik die zondige natuur nog heb. En een eigen volk zou reinigen. Hoe doet hij dat? Met het badwater des woords, het evangelie van Gods genade. En dan, wat staat er? Ijverig in goede werken, gemotiveerd door het evangelie van Gods genade en niet anders. Nou, oké, we gaan terug. En dan zien we dat hij zegt, die gelaat ik opschieten. Maar nog... Doch in vers 18, doch in het goede alle tijd te ijveren is goed en niet alleenlijk als ik bij u tegenwoordig ben. Dus niet alleen als ik er ben. Nou, dat gold voor hun. In Filippenzen spreekt hij er ook over. Dan spreekt hij, nou laten we die tekst toch even erbij lezen. Filippenzen 1 vers 27, want hij zegt er iets bij. Kijk, Paulus is ook bij ons niet tegenwoordig nu. Maar hij schrijft hun hier, juist die brief. En zij zien hem niet. En hij wil niet alleen dat men ijverig is als hij er is. Nou, Paulus is er niet meer. Wij hebben nu zijn brief, ja? En daar staat het in. En in Filippenzen 1 vers 27. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Opdat hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen. Kijk, dat gij staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies. Kijk, zie je het? Dus ik, ook als ben ik er niet, dat jullie de keus gemaakt hebben voor dit evangelie wat ik jullie verkondig. Dat jullie niet overkomen wat hij later moet zeggen tegen Timotheus in zijn tweede brief. Ze hebben mij allemaal verlaten. En ze weten het, ik heb brieven geschreven en ze hebben me toch verlaten. De gelaten ook, denkt om, kijk uitgelaten, terug naar het spoor. Blijf bij het evangelie wat ik jullie verkondig heb. En weet je wat je, want weet je, we hebben een tegenstander en die probeert de boel uit elkaar te houden. He? Diabolus, he? Diabolo, dat is toch met die dingen zo? Diabolo, nou, diabolus, dat is de duivel, dat is iets, ik weet niet precies hoe het zit hoor, ik heb het wel eens gehoord. Dan hoor je zelf, ja, bijvoorbeeld een bowlingbaan, dan heb je al die kegels, nou dan gooi je er een bal in. Jij wil als je bowlt dat ze allemaal om en ver gaan. En dat is precies wat Satan precies wil. Hij gooit bij ons, gooit hij een bal naar binnen, wij zijn die kegels. Dat wij allemaal uit elkaar vallen. Caesar zei het al. Verdeel en heers. Van wie zou hij dat nou hebben? Ja? Dat is precies de tactiek van Satan. En dat is het tegenovergestelde wat hier staat. Dat wij met elkaar hier. Dat wij één geest hebben. Één gemoed. En dat kan alleen als je allemaal de gezonde leer van Paulus onderschrijft. Want dan zie je ook, dan kan ik gezamenlijk strijden door het geloof van het evangelie. Nou, en Satan probeert dat kapot te maken. En dan is er geen eenheid meer. En als er geen eenheid is, kan je ook niet gezamenlijk strijden. Ja, dus terug naar Galaten. Dus niet alleen als ik bij u tegenwoordig ben. Dus met andere woorden, we moeten Christus volgen in de apostel Paulus natuurlijk. En hij zegt, wat in dit vers ook staat, niet alleenlijk als ik bij u tegenwoordig ben. Wat kan je daar ook in lezen dan? Dat ik bij u ben alleen. Maar, dus het draait niet om Paulus. Kijk, dat is een mooie tekst om te gebruiken. Mensen zeggen, ja jullie met je Paulus maak je tot al een God, is jullie God. Nee, Paulus zegt juist, nee niet alleen als ik bij jullie ben hoor. Laat jullie motivatie niet zijn, mijn persoontje.
Nee, helemaal niet. Laat dat zijn Christus in jou. Ja? Want die mensen die dit verkondigen, dit is Paulus, maar het is ook ergens anders zien we Titus en Timotheus. In 1 Korinthe 3 zegt hij, en die tekst ook nog even lezen en dan gaan we eindigen. 1 Korinthe 3, dan spreekt hij heel duidelijk over, het zijn allemaal instrumenten in Gods handen, maar het gaat niet om de mensen. Denk erom. Christus volgen en geen mensen. 1 Korinthe 3. In vers ja, 1. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen in Christus. Kijk, ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijzen. Zie je? Ik heb u met melk gevoed. Dat is een ding wat zeker is, ja? En als je nu gaat naar vers 5. Vers 4. Want als de een zegt, ik ben van Paulus, en een ander, ik ben van Apollos. Zie je? Gaan we namen noemen. Zijt gij niet vleeselijk dan? Wie is dan Paulus en wie is Apollos? Anders dan dienaars door welke gij geloofd hebt. Zij hebben jullie het evangelie verkondigd. Paulus en Apollos, zeer zeker. En dat gelijk de Heere aan een iegelijk gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt. Maar God heeft de wasdom gegeven. Zie je het? Je bent gewoon een instrument. Paulus is natuurlijk wel degene die geplant heeft. Ja, want hij heeft het fundament gelegd. Apollos niet hoor. Paulus is de apostel van de heidenen. Maar Apollos was ook een. Die ging ook rond en die heeft nat gemaakt. Die heeft het evangelie verder aan hun verteld. Maar het is God die de wasdom geeft. En die plant en die nat maakt zijn één. Maar iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. Want wij zijn God. Kijk, medearbeiders. Nou, zo kijkt hij vers 21. Niemand dan roem op mensen, want alles is uwe. Zij zijn van God gegeven aan de gemeente in die tijd. Maar het gaat wel om de boodschap. Het zij Paulus, het zij Apollos. Het zij Kefas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordig, het zij toekomende dingen. Zij zijn allen uwe. Dat wil zeggen, is de wereld de baas over mij? Zijn de toekomende dingen de baas? Bij hoeveel mensen is dat wel het geval? Ja? Is Paulus de baas over mij? Apollos? Is de voorganger de baas over mij? Of grote namen? Hij zegt nee, het is alle uur. Dat is wel zeggen, zij zijn allemaal ter beschikking voor jullie gesteld. Maar uiteindelijk, het gaat wel om de boodschap. Met dit ook zo. Dus nee, als we terug naar Galaten gaan, als hij zegt, het is goed en niet alleen als ik bij u tegenwoordig ben. Het gaat niet dat jullie volgelingen van mij worden, van mijn persoon misschien. Hè? Misschien is er wel iemand een hele goede redenaar of kan die geweldig praten. En dat men aan de persoon gaat hangen in plaats van aan de boodschap. En dan krijg je inderdaad afgoderij. Dan krijg je iemand dat wordt jou. En als die persoon er niet meer is, en dan? En iemand anders die dan het woord geleerd is niet goed genoeg. Nee, dat is het niet. Dus mijn kindertjes die ik wederom arbeid te baren totdat Christus een gestalt in u krijgt. En dan gaan we de volgende keer zien. God wil de ijver van de gelovigen en van de heiligen en ook voor de voorstanders. Ja, om, als je denkt aan de herders en leraars, dat zij worden toegerust, zodat zij ook zelfstandig zullen ijveren en niet voor personen. Maar voor de Heere. Nou, volgende keer zie je totdat Christus een gestalte in u krijgt. Het is de bedoeling dat Christus een gestalte in ons krijgt. Ja? Maar hij zegt in vers 20, ik wilde dat ik nu zeg, ja, ik wilde eigenlijk wel dat ik bij jullie tegenwoordig was. En mijn stem mocht veranderen. Want zijn stem is natuurlijk, ja, die is natuurlijk vermanend. En hij wil een medewerker van een blijdschap zijn. Want ik ben in twijfel over u. En hoe komt dat? Omdat ze zijn. Ze willen Paulus verlaten. Ze willen naar de wet. Nou. En dat is. Dat gaat. Dan zie je ook weer. Met 1 Timotheus over die barmhartigheid. Hè? Schrijft hij aan Timotheus. De genade, barmhartigheid en vrede. Hier zie je. Paulus was natuurlijk een apostel. Maar ook een herder. Hier zie je de innerlijke barmhartigheid, de ontfermingen, de innerlijke ontfermingen, de barmhartigheid in Paulus. Hij is ons voorbeeld. Want
Hij zegt ook op een gegeven moment, mijn kinderkens. Dus het gaat hem aan zijn hart ook. Die ik wederom arbeid te baren, moet ik weer opnieuw gaan arbeiden. Die pijnen van de weeën die een moeder heeft als een kind ter wereld brengt. Om dat weer te moeten ervaren. Want hij wil natuurlijk dat zijn kinderen volwassen worden in het geloof. En niet van deze waarheid afgaan. Want het is niet alleen vanwege deze waarheid, maar het is ook niet goed voor je. Dus ja, dat is wat Paulus schrijft. Dus we willen niet eindigen in mineur. Absoluut niet. Dat is de vermaning. Ja? En wij mogen blij zijn dat we het woord en waarheid weer gesneden zijn. En laten we dit ter harte nemen. En daarom ook waakzaam zijn. Dat is wat leren wij nou uit deze verse? Ja? Dat je moet bij de apostel Paulus blijven. Maar niet persoon Paulus, maar het evangelie van Gods genade. Het gaat om de gekruisigde Christus. En dat er is tegenstand. En er komt alles op je weg. Maar we hebben wel een krachtig evangelie. Met de bolster voor nu en in de toekomst. En dat het gaat uiteindelijk natuurlijk wel om onze Heer en Heiland Jezus Christus. Dat we die dienen. Vader, wil u danken. Dank u voor deze geweldige boodschap. Voor deze krachtige boodschap. En deze blijde boodschap. Dank u, Vader. En ik bid ook, niet alleen nu, Vader. Net zoals Paulus, nu we bij elkaar zijn. Tegenwoordig met elkaar zo. En dat is een goede gemeenschap. Maar we gaan op zondag komen bij elkaar. Maar zo dan komt de week weer. En dan gaan we weer werken. En misschien is het met werk in de crisis allemaal ook niet helemaal goed. Of collega's. Of in de familie zijn strubbelingen. Of vanwege de boodschap dat er moeilijkheden zijn. Vader, dat uw genade ons ook weer krachtig mag maken. Deze week. In alle omstandigheden. Dat we ook niet zullen vergeten. U te danken, Vader, en te bidden, ook het bidden niet te laten, maar juist dicht bij u te blijven, gesterkt door uw genade. En dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Oké. Goed. Bedankt allemaal weer en tot de volgende keer.